Hallo mijn motorliefhebbers, jullie luisteren naar Formule 1 Passie. Absoluut enthousiast voor de discussie van vandaag. Niet waar, Enzo Watts? Inderdaad, vandaag duiken we in de nasleep van de Las Vegas Grand Prix. Een echt controversiële race. Dat klopt, voortkomend uit de straf van Carlos Sainz, niet waar? Een verlies van 10 plaatsen voor iets wat niet zijn schuld was, toch? Precies, een losse putdeksel vernielde zijn auto tijdens de eerste vrije training, wat leidde tot een vervanging van het chassis en de motor. Dus Sainz en Ferrari liepen er niet van overtuigen dat de straf onterecht was. Helaas niet. Hij moest vanaf de 12e plaats starten in plaats van de 2e, wat zeker invloed had op zijn positie in het kampioenschap. En hoe presteerde Ferrari tijdens die Grand Prix? Nou, Charles Leclerc wist wel de 2e plaats te behalen, maar de straf van Sainz heeft hen ongetwijfeld kostbare punten gekost. Klopt. En dan was er nog de Grand Prix van Abu Dhabi. Ja, waar Sainz vermoedt dat zijn prestaties werden beïnvloed als gevolg van het ongelukkige incident in de vorige race. Potverdorie. Het klinkt alsof we vandaag een boeiend verhaal te horen krijgen. En natuurlijk ben ik niet alleen hier op Formule 1 Passie. Vandaag word ik vergezeld door de deskundige William. Hallo, allemaal. Het is een genoeg om hier te zijn. Onthoud mensen, we zijn hier elke dag om te praten over het laatste en beste nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dus abonneer je en zet die meldingen aan voor alle laatste updates. Laten we nu het gaspedaal indrukken. Dus, om het nogmaals te benadrukken, Carlos Sainz is niet iemand die zijn woorden verbloemt. En hij is behoorlijk duidelijk geweest over zijn bedenkingen bij de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Het incident met het losgeraakte putdeksel, de schade aan zijn auto, de daaropvolgende straf voor het vervangen van het chassis en een deel van de motor. Het heeft allemaal een bittere nasmaak achtergelaten, om het zacht uit te drukken. De 2e plaats op de startgrid, die veranderde in een 12e plaats startpositie. En de impact die dit had op zijn uiteindelijke positie in het kampioenschap, het is veel om te verwerken. Wacht even, maat. Ik raak hier een beetje de weg kwijt. Kan je dat op een andere manier uitleggen? Natuurlijk, laat me het uitleggen. Sainz kreeg een straf omdat hij de onderdelen van zijn auto moest vervangen vanwege een ongeval dat niet zijn schuld was. Hierdoor werd hij min of meer van een mogelijke polepositie naar het middenveld geduwd. Dit had natuurlijk invloed op zijn en Ferrari's uiteindelijke positie in het kampioenschap. Het is een beetje zoals bestraft worden in een voetbalwedstrijd voor een overtreding van de tegenstander. Best frustrerend, vind je niet? Sainz benadrukte ook de impact van het incident in Las Vegas op zijn prestaties tijdens de daaropvolgende race in Abu Dhabi. Na het testen van een andere auto en motor tijdens de test na de race in Abu Dhabi, realiseerde hij zich dat er inderdaad aspecten waren die niet optimaal functioneerden tijdens de race. Hij gelooft dat dit voortkwam uit de gedwongen veranderingen na het incident in Las Vegas. De gevolgen van één race die invloed heeft op de volgende, het is als het vlindereffect in actie. Ben je het daar niet mee eens? Absoluut. Het domino-effect kan behoorlijk genadeloos zijn in technische sporten, zoals de Formule 1. Een kleine hapering kan een kettingreactie veroorzaken die een grote invloed heeft op de algehele prestaties en zelfs de stand in het kampioenschap. Heel waar. En om dit nog verder aan te vullen, voelde Sainz dat hoewel Ferrari hun best deed om zijn straf in Las Vegas aan te vechten, ze werden belemmerd door de bestaande regelgeving. Het is een beetje alsof je handen op de rug gebonden zijn. Hij suggereert dat de FIA meer bevoegdheden nodig heeft om beslissingen te nemen in dergelijke unieke omstandigheden. Het is zeker een lastige kwestie. Het balanceren tussen de letter van de wet en de geest van de sport is geen gemakkelijke taak. Maar juist deze uitdagingen maken van de Formule 1 zo'n dynamische en spannende sport om te volgen. Inderdaad, dat houdt ons scherp, nietwaar? Laten we nu van onderwerp veranderen en ons verdiepen in ons volgende onderwerp. Over verschillende perspectieven gesproken, heb je de kans gehad om een kijkje te nemen naar enkele van de internetpraatjes, William. Ah, je bedoelt onze virtuele pitstraat, hè? Nou, we hebben hier een interessante post van een gebruiker genaamd Seth. Hij zegt, F1-kampioen Max Verstappen tegenover IndyCar-kampioen Alex Palou, die het tegen elkaar opnemen in gelijke auto's. Een behoorlijk duel, zou je niet zeggen. Dat is zeker een confrontatie waar ik graag voor zou betalen. Zijn er nog interessante reacties in de thread? Oh, inderdaad. Een zekere Fred op Reddit heeft het volgende te zeggen. Ik kan echt niet wachten op het Max GT3-tijdperk. Gewoon kijken hoe hij coureurs voor zijn team vindt, terwijl hij weet dat hij het zelf beter kan. Zal gewoon heerlijk zijn om na te kijken. Ha, dat is inderdaad een beeld. Wat hebben we nog meer? Nou, een gebruiker genaamd Slime Jumper voegt hieraan toe. Tijdens een testsessie zou hij serieus zijn pak aantrekken en laten zien hoe het moet. En een andere gebruiker genaamd Almighty voegt een waarschuwing toe. Hij zou wel eens de Jos Verstappen van zijn eigen team kunnen worden. Ik hoop van niet. Interessante inzichten daar. Zijn er nog meer opmerkingen die het delen waard zijn? Absoluut. Een gebruiker genaamd Stoic80 deelt enkele statistieken over de simrace-accounts van de twee coureurs. Hij zegt, op hun eerste en tweede accounts heeft Verstappen 557 stats en Palou heeft er 592. Verstappen heeft 298 overwinningen en 257 poleposities. Palou heeft 219 overwinningen en 250 poleposities. Palou is een simracer van wereldklasse, maar zelfs onder de allerbeste is Verstappen gewoon anders. Een behoorlijke vergelijking, vind je niet? Inderdaad. Het is altijd fascinerend om te zien hoe deze online discussies zich ontvouwen. Bedankt dat je dit onder onze aandacht hebt gebracht, maat. Nu gaan we verder. Dames en heren, we hebben de zwart-wit geblokte vlag bereikt voor de aflevering van vandaag. We hebben enorm genoten van het navigeren door de bochten en wendingen van de recente race samen met jullie. Vergeet nu niet op die abonneerknop te drukken en de meldingsbel in te schakelen, zodat we vol gas kunnen blijven gaan in jouw podcastfeed. Delen is zorgzaam, dus verspreid het woord over Formule 1 passie. Deel het in je sociale mediagroepen, noem het tegen je vrienden in de kroeg, gooi het zelfs in het gesprek tijdens het familiediner. En als je van de rit hebt genoten, laat dan zeker een reactie achter. Ja, inderdaad. Vergeet niet, mensen. We zijn er elke dag, weer of geen weer, met alle hete onderwerpen, triomfen, controversies en onbekende helden uit de wereld van de Formule 1. Er gebeurt altijd wel iets en wij zullen hier zijn om onze mening te geven en ook die van jullie te horen. Blijf zeker afstemmen, dit wil je niet missen. We zijn ontzettend dankbaar dat we zo'n fantastische groep luisteraars hebben. We kunnen nauwelijks wachten om weer samen met jullie de baan op te gaan voor de volgende aflevering. Tot die tijd, onthoud. Gas erop, houd je ogen op de weg. De inhoud van ons kanaal is puur goud.